Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl, waar we vandaag gaan kijken naar de FANG-aandelen. Dit zijn Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google, oftewel de techbedrijven uit Amerika. We zien de laatste tijd al vaker dat overheden ja, deze bedrijven proberen tegen te werken proberen te, be, ja, te beperken eigenlijk in wat ze doen. En we zien ook de afgelopen week daar weer enkele nieuwsberichten over. In deze video willen we gaan kijken wat zijn die nieuwsberichten, wat zeggen die. En vooral ook kijken naar wat is de impact of wat kan de impact zijn als dit doorgaat op de aandelen zelf. Dat is dus het onderwerp voor deze video. Laten we snel beginnen. En laten we dan beginnen met de boetes. Want gisteren zagen we een artikel dat Amazon mogelijk een boete krijgt. Vanwege privacy-schending zou Luxemburg Amazon een boete van omgerekend 349 miljoen euro willen opleggen. Uh, dat wordt door Luxemburg gedaan omdat Amazon uiteindelijk feitelijk in Luxemburg gevestigd is. Nou, dat is best wel veel geld, zeg maar 350 miljoen euro. Maar niet voor Amazon. Vorig jaar maakte Amazon namelijk bijna 23 miljard dollar winst. Dus dat betekent als ze die boete moeten betalen, dat dat slechts 1,5% van de winst is. En ik denk dus ook niet dat Amazon daar wakker van ligt. Of dat het echt maar een impact heeft op Amazon. En we zagen ook al eerder boetes van enkele honderden miljoenen. tot misschien 1 of 2 miljard voor bedrijven zoals Facebook of voor Google. En dat is gewoon heel erg veel geld. Maar zoals gezegd, voor dat soort bedrijven niet zo. Die maken. Miljarden per jaar winst, of misschien wel de boete per kwartaal, überhaupt al een winst. Dus het heeft niet zoveel impact. Um, en het is dus voor deze bedrijven ook vaak gewoon heel erg interessant om het te doen. Dat mocht er ooit een boete komen, dat ze op die manier veel meer geld hebben verdiend. Dan wat de boete uiteindelijk kost. Dus het is ja, zoals gezegd, voor bedrijven nu gewoon heel erg. Ja, aantrekkelijk eigenlijk om misschien de wet te overtreden. Of in ieder geval de dingen op te zoeken van wat wel mag en wat niet mag. En mocht het dan achteraf zo blijken dat het niet mag, nou dan betalen we een beetje van onze winst. Maar dan hebben we alsnog heel veel geld verdiend. Laten we dan gaan kijken naar een volgend middel dat overheden hebben. En dat is belasting. En nu dus komt de G7 bij elkaar. En met het idee eigenlijk om de minimumbelasting te verhogen of in ieder geval in te stellen op minstens 15%. Dat is een idee van de Verenigde Staten. Maar het wordt dus gesteund door de andere landen in de G7. En het zou er uiteindelijk moeten gaan gelden als een wereldwijd minimum. En zoals gezegd, het is eigenlijk een idee van de Amerikaanse overheid. Um, ja, heel veel grote techbedrijven zijn Amerikaans, maar ze zijn uiteindelijk niet per se gevestigd in Amerika, of in ieder geval niet belastingplichtig voor het grootste gedeelte in Amerika. Dus Amerika loopt op deze manier ook gewoon heel veel belastinginkomsten mis. Dat is natuurlijk een belangrijke reden dat ze dit willen gaan doen. Maar ze zagen ook wel in dat je ziet eigenlijk heel veel landen uh, gaan concurreren, zeg maar de race to the bottom, oftewel telkens belastingtarieven gaan verlagen om bedrijven maar binnen te halen ja, dan ga je eigenlijk als landen zijnde concurreren dan verliezen eigenlijk alle landen uiteindelijk het want degene die het wint die er voordeel bij heeft, is het bedrijf zelf, want die kiest gewoon voor het land met de minste belasting. En als dan een volgend land weer een lagere belastingtarief heeft, verhuizen ze gewoon in ieder geval op papier daar naartoe. Dus je ziet wel dat landen dit ook wel in de gaten hebben en dat ze denken: van laten we gewoon een minimumtarief instellen, dan gaan we niet met elkaar concurreren en worden we uiteindelijk over heel de wereld waarschijnlijk zelfs wel beter van, want deze bedrijven gaan gewoon meer belasting betalen en dat kunnen we weer investeren in onze eigen economie. En voordat we gaan kijken naar het laatste nieuwsbericht met waarschijnlijk de meeste impact, nog even iets kort tussendoor van, wil je nou beginnen met beleggen? Wil je deze aandelen kopen, zoals we juist hebben besproken van de FANG aandelen, of misschien juist wel andere aandelen? Of wil je beginnen met beleggen in ETF's bijvoorbeeld? Nou, kijk dan eens naar de Giro. De Giro is namelijk ook de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen en ETF's. Maak gebruik van de link onder deze video om gratis een account te openen. En op die manier help je ook nog eens het kanaal, zodat ik ook dit soort video's in de toekomst kan blijven maken. Dus dat wordt erg gewaardeerd. Maar zoals gezegd gaan we nu door naar het laatste nieuwsbericht. En dat zijn de wetsvoorstellen om techreuzen aan te pakken. Want we lezen namelijk ook dat de VS werkt aan nieuwe wetsvoorstellen om techreuzen aan te pakken. Nu is dat nog erg lastig om deze bedrijven, ja, die zijn gewoon heel erg machtig. Die hebben heel veel geld. En er is dus eigenlijk ook een beetje onvoldoende wetgeving om ze aan te pakken. Dus daarom komt de VS nu met vijf nieuwe wetsvoorstellen. Ten eerste eentje om bedrijven op te breken. Hier schrijven ze ook wel het meest verregaande voorstel draait om de mogelijkheid om techreuzen op te breken. De eis tot opbreking zou in de toekomst op tafel gelegd kunnen worden door openbaar aanklagers en de Amerikaanse handelscommissie FTC. In gevallen van vergaande belangenverstrengelingen en machtsmisbruik zouden aanklagers dan kunnen eisen dat techreuzen bepaalde bedrijfstakken moeten afstaan. En dit is dus wel een hele strenge maatregel, want dan zou bijvoorbeeld uh, Facebook opgebroken kunnen worden naar Facebook, Instagram, Whatsapp. Drie aparte bedrijven in plaats van dat het nu dus nog maar één bedrijf is waar al deze merken onderdeel van zijn. Kijken we naar het tweede wetsvoorstel. Dat gaat eigenlijk over de beperking in fusies en overname. We lezen namelijk ook moet het voor techreuzen veel moeilijker worden om potentiële concurrenten op te kopen. Bedrijven met een marktwaardering van meer dan 600 miljard dollar en meer dan 500.000 Amerikaanse gebruikers mogen onder het voorstel geen zaken meer doen die aantoonbaar marktverstorend werken. Bij overnames en fusies moeten de dominante platforms voortaan bewijzen dat die stap niet marktverstorend werkt. En dat is dus eigenlijk omgekeerd zoals het nu al is. Niet langer de overheid moet aangaan tonen dat bedrijven iets marktverstorends gaan doen. Maar bedrijven moeten juist aangaan tonen dat ze juist niet marktverstorend gaan werken als ze die overname doen. Want wat je nu namelijk vaak ziet is dat die grote bedrijven heel veel start-ups opkopen in een vroeg stadium al. Daardoor zijn ze eigenlijk al meteen... Van de concurrentie af, de concurrentie die mogelijk over een paar jaar op zou komen. En juist door ze op te kopen, zorgt het er ook nog voor dat ze zelf meer functionaliteit krijgen. en dat ze dus eigenlijk alleen maar sterker daarvan worden. We lezen trouwens ook nog een wetsvoorstel dat er eigenlijk hogere fees komen voor dit soort bedrijven. bij de FTC en bij de DOJ. Oftewel, wanneer er fusies zijn, wanneer er overnames zijn, moeten zij meer betalen uh, aan kosten aan deze partijen. Dat is op zich niet heel impactvol. Kijken we dan naar het volgende. Dat is wat iets meer. En dat zien we namelijk dat de data portabel moet zijn. Oftewel, dataportabiliteit is ook een punt. Een van de voorstellen wil dat gebruikers straks veel makkelijker hun data van de ene naar de andere dienst kunnen verplaatsen. Oftewel, de gebruikers krijgen weer ja, meer controle of misschien wel de hele controle over hun data. Ze kunnen dan eenvoudiger van ja, de ene partij... Naar een concurrent overstappen en ook zelf hun eigen data dan weer meenemen. Dus alles wat je hebt opgebouwd bij Facebook zou je bijvoorbeeld weer andersom kunnen zeggen. Alles wat je bij MySpace zou hebben opgebouwd of Hives zou je dan mee kunnen nemen naar Facebook en is daar misschien je profiel wel meteen weer compleet. En tegelijkertijd is dan ook het oude bedrijf waar je weggaat misschien wel je data kwijt. Dat is denk ik ook heel belangrijk voor gebruikers. En tenslotte zien we ook nog het eigen diensten voortrekken. Want het vijfde wetsvoorstel slaat op het voortrekken van eigen diensten. De techreuzen zouden hun diensten dan geen functies of posities mogen geven die voor concurrenten onbeschikbaar worden gehouden. En ook mag er dan geen data worden verzameld die niet openbaar beschikbaar is. Dus dat is misschien een beetje wat we nu zien bijvoorbeeld bij de App Store van Apple, waarin functies worden beperkt. En je kunt er dus als ontwikkelaar misschien alleen gebruik van maken als je Apple een gedeelte van de omzet krijgt. Of misschien staat jouw app uiteindelijk nooit bovenaan, omdat als iemand iets gaat zoeken. Altijd eerst de app van Apple zelf daarin voorkomt. Dus zo zien we drie nieuwsberichten met behoorlijk wat maatregelen waardoor deze aandelen dus getroffen kunnen worden. Eigenlijk heeft het allemaal impact op heel veel techbedrijven, maar natuurlijk op die grote vijf. Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. En de precieze impact is nu nog wat lastig in te schatten. Is ook niet ja, per se al op heel korte termijn te verwachten, want dit heeft waarschijnlijk vaak gewoon tijd nodig. Duurt misschien nog een paar jaar. En dat is ook de reden dat de aandelen nu nog niet zo gereageerd hebben, dat de, ja, de koersen nog niet zo heel erg... Uh, ja, Gefluctueerd hebben of omlaag zijn gegaan op dit nieuws. Maar we kunnen ook gaan kijken naar wat er wel zou kunnen gebeuren. Mocht dat wel definitief worden. Want daarvoor kunnen we gaan kijken naar de Chinese aandelen. Want een tijdje geleden zagen we Jack Ma, de oprichter van Alibaba. Ja, die werd best wel tegengewerkt, laten we het zo noemen, door de Chinese overheid. Hij zou eigenlijk met een beursgang komen van Ant Financials, zijn nieuwe financiële instelling, en daarmee wou hij eigenlijk het financiële ja, gebeuren een beetje op zijn kop zetten. Nou, dat werd dus tegengewerkt door de Chinese overheid. Die zagen dat helemaal niet zitten, en uiteindelijk werd dus ook de beursgang afgeblazen. We hebben Jack Ma een tijdje niet in het openbaar gezien, omdat hij zich misschien wel terugtrok, uh, terug um, en we zagen ook wel dat het best wel effect had op andere Chinese bedrijven die niet direct betrokken waren. Maar Chinese aandelen werden gewoon minder interessant. Want het werd maar weer eens duidelijk hoeveel impact de Chinese overheid kan hebben. Dan wil ik niet zeggen dat Amerika dezelfde impact zal gaan hebben of kan gaan hebben. Maar je ziet in ieder geval wel wat er mogelijk is als een overheid besluit om in te grijpen. Wat dat voor effect heeft op de koers. Want laten we hier even op TradingView gaan kijken. En dan heb ik het aandeel van Alibaba gepakt. Zoals gezegd, het bedrijf van Jack Ma. Echt een bekend Chinees aandeel. En daar zien we de lijn hieronder in het lichtblauw. En dan is het hier eigenlijk sinds ja, begin oktober vorig jaar. En zie je dat het aandeel sinds die tijd zo ongeveer 27% gedaald is. En ik heb daar ook wat uh, Chinese en Amerikaanse aandelen bij gezet. om een beetje een vergelijking te maken. Je ziet wel best dat er wat koersverschillen zitten. Maar uiteindelijk is het vooral duidelijk dat sinds oktober bovenaan Google is die het meest gegroeid is met uh, 73,5%, gevolgd door Facebook met bijna 30%, Microsoft met 25% en dan zit hier volgens mij is het dat Tencent die heeft nog wel een behoorlijke stijging laten zien van 14%. En dan zien we hier ook nog JD.com en die heeft zelfs een daling laten zien net zoals Alibaba dus. dus als je hier eigenlijk een beetje naar gaat kijken dan zie je op zich wel een trend dat Um, Oké, okay, Chinese aandelen hebben nog wat gestegen, maar zijn uiteindelijk ook wel weer gedaald. En uiteindelijk, sinds oktober, zijn het dus eigenlijk de Amerikaanse aandelen die bovenaan staan. En de minst presterende komt in de buurt van de best presterende Chinese aandeel. En juist die andere staan weer flink in de min. Dus misschien dat we hier wel uit kunnen afleiden van wat het nou het verschil is als een overheid besluit in te grijpen. Uh, misschien niet per se bij JD.com, maar wel indirect. Uh, aandeelhouders zijn dus minder geïnteresseerd, misschien wel in dit soort bedrijven. En we zien dus wel dat het juiste Chinese aandelen eigenlijk achterblijven. Wat betreft uh, koerstijging bij, ja, bij de Amerikaanse aandelen. Oftewel, je zou kunnen zeggen dat misschien niet 70% is, misschien wat hoog. Maar laten we zeggen dat ze gemiddeld. Amerikaanse aandelen 40% zijn gestegen. Terwijl misschien de Chinese aandelen 10% zijn gedaald. Dus dan loop je eigenlijk toch 50% rendement mis, of tenminste, je zou zelfs in de min zijn gegaan bij Chinese aandelen. Dus er zal zeker een bepaalde impact die het kan hebben, die het ook heeft, zien we wel. Wanneer een overheid dus besluit om in te grijpen. Dus wat is nou eigenlijk de conclusie van deze video op dit moment? Nou, we zien dat de koersen nog niet zo reageren. In ieder geval niet de koersen van Amerikaanse aandelen. Ten eerste omdat de boetes, ze zijn er wel, maar die maken niet heel veel indruk op tegenover dit soort winsten. Dat is niet zo'n probleem voor bedrijven, mochten ze ooit een boete krijgen. We zien ook de belastingverhoging, die eigenlijk nu pas een beetje op de agenda komt. Die ja, lijkt er wel dat die eraan zit te komen. Maar ook dat zal nog wel een tijdje duren voordat die er daadwerkelijk is. En uiteindelijk ook de vijf wetsvoorstellen. Het zijn dus, zoals gezegd, wetsvoorstellen. Het duurt nog wel eventjes. Mochten ze ooit geïntroduceerd worden, en is dat wel het geval, ook dan zal het nog wel een tijdje duren voordat ze van kracht zijn. Dus dat is eigenlijk de reden dat de koersen nog niet zo reageren. Dat beleggers zich nog niet zo druk maken. Omdat, mocht het komen, dat het nog wel een tijdje duurt. Maar het geeft denk ik wel aan wat er de komende jaren staat te gebeuren, in ieder geval voor Amerikaanse techbedrijven. Keken we naar die Chinese aandelen, dan zagen we zeker wel dat het effect heeft... wanneer een overheid begrijpt, uh, besluit om in te grijpen. Uh, zeker ja, aandelen worden minder interessant. Bedrijven, of beleggers gaan dan misschien wel juist in uh, tech-aandelen van een ander land, zoals VS, uh, investeren. Dus misschien dat daarom ook juist wel die techbedrijven, die tech-aandelen van de VS... juist harder gegroeid zijn, omdat het geld juist bij de Chinese uh, bedrijven wegging... We zien dus wel een impact, dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. Maar wederom, dat is iets voor op de lange termijn. Dus voorlopig zou je kunnen zeggen dat ze nog wel interessant zijn, alleen op de langere termijn zal het misschien minder interessant worden of kan er impact komen uh, kan er wetgeving komen die impact heeft op de koers laat ook vooral weten hoe jij hier tegenaan kijkt wat zijn jouw verwachtingen en doe dat via de reacties onder deze video zijn we daarmee aan het einde komen van deze video wil ik jou weer bedanken voor het kijken vond je het een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden en wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op de kanaal doe dat dan onder deze video door op abonneren te klikken Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.